We zijn live in de uitzending op Radio en TV. Het is zondagmiddag even over 1 uur. Lieve kijkers en luisteraars, van harte welkom bij alweer de 4e aflevering van de stemming op weg naar de gemeenteraadsverkiezing 2022 bij RTV 80. Ook de stemming op weg naar de gemeenteraadsverkiezing 2022 is een programma voor u, door u en met u, de inwoners van de gemeente Bergen. We gaan in totaal 6 afleveringen van de stemming maken. In de eerste 3 afleveringen maakt u kennis met de nieuwkomers in de politiek. In de laatste 3 afleveringen, waarvan vandaag de tweede, komen de lijsttrekkers van de 8 deelnemende partijen aan bod, met als afsluiting het grote lijsttrekkerslotdebat op zondag 13 maart aanstaande. Ook vandaag hebben wij een live optreden voor u. Straks gaan wij kijken en luisteren naar het Bergense duo Upstream. Aan de gemeenteraadsverkiezingen, die overigens gehouden worden op 16 maart aanstaande, doen 8 verschillende politieke partijen mee. En dat zijn Kieslokaal, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en de nieuwkomers Ons Dorp en Jezus Leeft. In deze uitzending gaan wij in gesprek met 4 lijsttrekkers. We gaan praten over de inhoud van hun programma's en maken kennis met de mensen achter de lijsttrekker. Aan tafel vandaag, links naast mij voor de kijkers rechts, Meis de Jong van de VVD. Daarnaast Annemarieke Kok van Jezus Leeft. Daartegenover Jan Houtenbos van Ons Dorp. En rechts naast mij, voor u links, Alexandra Otto van D66. Dames en die ene heer, van harte welkom. Fijn dat jullie tijd hebben vrij kunnen maken om hier te zijn op deze zondagmiddag. Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, het is mooi weer buiten. Ja. Wel een beetje fris. We zitten hier in een donkere studio. Misschien hadden we wel lekker buiten moeten zitten. Ja. Op een terrasje of zo. Goed idee. Ja. Ja. Over 4 jaar. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wel wat er gaat spelen ook natuurlijk. Hè? Want jullie, als jullie straks gekozen worden, dan zul je op andere mooie momenten ook binnen zitten. Dan moeten jullie daar vergaderen. Of... Dat doen we al veel hoor. We hebben wel in contact met de burgers. Hè? Dus ja. We gaan naar buiten. Het brengt ons meteen op de eerste vraag met thema. Waarom hebben jullie je verkiesbaar gesteld, Meis? Ik ben 3 jaar geleden begonnen. En ik word zo ontzettend blij en enthousiast om te zien wat wij kunnen betekenen, hoe klein of hoe groot ook, voor de dorpen. Ja, daar wil ik me absoluut nog de aankomende 4 jaar voor inzetten. Daarnaast de grote thema's van duurzaamheid, participatie, waar we het ook zo over gaan hebben. Om dat verder te kunnen brengen. Ja, ik ben er klaar voor, mijn team. Oké. Even naar je buurvrouw, Annemarieke Kok, Jezus Leeft. Waarom ben jij lijsttrekker geworden? Dat is eigenlijk een beetje gewoon zo gelopen. Ik werd gevraagd door Mischa Kuiper. En, dat is de oprichter van jullie partij? Dat is de oprichter van onze partij. Dat is, En ik stond gevoelsmatig helemaal achter hem. Ik sta gevoelsmatig helemaal achter hem. En zo is het eigenlijk bij ons allemaal gegaan. En op die manier heb ik ja gezegd. Dus niet zo wetende over partij, over economie en lijsttrekkers, wat dat allemaal zou inhouden. En de nummer 1, eigenlijk is dat een beetje gewoon ontstaan. Oké. Okay. En dus het is nieuw voor me. Ik weet nog niet... of je het leuk gaat vinden ook. Precies, ja. Is het leuk, Alexander Otto? Zeker, dat is ook de reden dat ik het doe. Ja? Ja, ik niet alleen geeft het me heel veel plezier, zeker met onze fractie. Ik vind het ook belangrijk dat we altijd plezier hebben in de fractie. Want iedereen doet het toch erbij. Het is een nevenfunctie. Dus iedereen moet er ook energie van krijgen. En ondanks dat je niet alles kan bereiken wat je wil, want de ambities zijn soms heel hoog, dan nog is het belangrijk dat je wel die energie houdt om ervoor te gaan. Om wat je wilt bereiken, te realiseren. Oké. Okay. Jan Houtenbos, je bent nu nog wethouder in Westerkoggeland. Ja, ik moet openbaar bekendbaar maken dat ik toch verslaafd ben aan de lokale politiek. Daar lijkt het wel op, hè? Want je draait al een tijdje mee. Ik heb in 86 sloot ik aan bij een fractie in de gemeente Egmond. Nou, 98 wethouder geweest in Egmond. Toen een tijdje niks. Ja. En in 2002 begon het weer. Maar je zat altijd bij de VVD. Je bent eigenlijk een VVD'er in hart en nieren. Ja. En nu toch lijsttrekker voor Ons Dorp. Ja, ja, dat kan verkeren. Ook bij de interimklussen bij de gemeente Beemster en Kogeland. Ook namens de VVD. Maar op een gegeven moment ga je toch meer interesseren voor... of meer betrokken bij de lokale politiek. Ja, en Henk Borst... Heeft, dat is jullie oprichter, hè? Dat is onze oprichter. Ja. Die heeft ons met die andere lokale partijen bij elkaar gebracht. Okay. We gaan ervoor. Mooi. Straks gaan we praten over de inhoud van jullie programma's. Maar we gaan eerst even kijken van wie is nu eigenlijk die mens achter je lijsttrekker. Hè? En
wil eigenlijk gewoon weten, wie zijn jullie nog beter? Wat vinden anderen van jullie? Verslaggever Evert Visser, die heeft een rondje gemaakt langs familieleden en kennissen en relaties van jullie. En die kwam ook terecht bij Diederik en Kobus, respectievelijk de echtgenoot en de zoon van VVD-lijsttrekker Meijs de Jong. We gaan kijken. Diederik, je bent de echtgenoot van Meijs de Jong, de lijsttrekker van de VVD. Ja. Wat kun je over haar vertellen, wat je wilt delen? Nou, ik merk altijd als ze met haar gemeenteraadswerk bezig is, dan komt een bepaalde scherpte eroverheen. Hè. Zij ziet dus ook de dingen die er niet zijn of legt verbanden die er eigenlijk niet zijn. Dus zij heeft een bepaalde scherpte daarin. En dat vind ik altijd wel mooi om te zien als ze ermee bezig is. Hoe er allemaal weer nieuwe dingen boven tafel komen of ontdekt worden. Of nieuwe ideeën weer tot nieuwe plannen leiden. En die scherpte, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Wat ik ook merk is dat het heel goed is in relaties, zeg maar, gewoon naar mensen toe gaan spreken. Ze is ook vaak op stap. Ze gaat gewoon altijd maar door en 's avonds laat, 's ochtends vroeg, maakt het helemaal niet uit. Ze gaat er gewoon, ze gaat er gewoon vol voor. Ze houdt heel veel van bakken. Ja. En daarom is ze ook echt zo een bakken. Ja, liefhebber, ja. En ze houdt ook heel veel van de natuur. Oké, wat leuk, hè? Ja. En ik heb gehoord dat ze ook goed kan tekenen. Ja. Net als jij. Ja. Meisje de Jong, jij houdt heel veel van bakken. Ja, dat klopt. Wat bak jij zoal? Brood. Oké. Okay. Ik ben echt een focaccia-liefhebber en moet wel altijd tijd hebben, want deeg moet reizen, ja. Dus je moet ook geduld hebben. Maar het staat ook op mijn vlees. Je kan me echt wakker maken voor vers brood. Oké. Okay. Ja. Dus en daarnaast de natuur. Als je hier opgroeit en je ziet de pracht om je heen. Ik stond echt al met 8 jaar met de tuin en met de snoeischaar in mijn handen. En zag, jij vond me elk weekend in het bos. Ja, okay. Fantastisch. Diederik was heel lovend over jou. Fijn, hè? Ja, en ik ben ook wel heel lovend over hem. We hebben iemand anders gevonden die ook heel lovend over iemand anders is. Evert Visser ging ook op bezoek bij Willem Ginjaar. Hij is begeleider van oud-bestuurder voor het bedrijf Loopbaan naar Politiek. Evert vroeg hem, wie is Jan Houtenbos? Hij heeft een heleboel gedaan. Als je bijvoorbeeld op zijn LinkedIn kijkt, wel 45 verschillende functies. De Jan weet overal een heleboel van. Hij wil het ook graag laten merken. Dus praat graag. Maar heb het over zijn schapen of over zijn kleinkinderen, dan gaat hij helemaal los. Ik heb Jan in dat half jaar, maar ook daarna, we hebben contact gehouden daarna. Heb ik Jan dus leren kennen als een goed bestuurder. Die zich inzet voor de bevolking, die zich inzet voor de burger. Met hart en ziel. Niets is hem eigenlijk te veel. Als er iets is, dan gaat hij erop af. En hij probeert het op te lossen. En nu gaat hij zijn eigen partij beginnen. Dat is erg leuk. Ik gun Jan dat ook heel echt. En ik weet zeker dat Jan dat kan. Hij zal daar een goed wethouder zijn. Wat vind je ervan, Jan? Nou, ik moet zeggen, ik vond het best wel spannend. Hè? Want ik, Willem, dat was mijn coach. Direct na mijn aftreden als wethouder. En we hebben hele indringende, ook emotionele gesprekken gehad. En als er eentje mij goed kent in een bepaalde periode, ja, dan is het Willem dan wel. Ik zie, het raakt je weer, hè? Ja, het raakt me weer. Ja. Want we hebben echt hele goede gesprekken, ook met de spiegel voorhouden. Hij zegt nu aardige dingen, maar af en toe ook van, goh Jan, wat ben je een grote man. Nou, ja, laten we daar maar op gaan. Nee, maar ik was dus ook echt spannend van, als iemand me kent, los even van mijn naaste familie, dan is het Willem wel. Oké. Okay. Hij was heel lovend over je. Ja. Hij heeft er het volste vertrouwen in zelfs. Ja. Nu je kiezers nog. Hopen dat het zal gaat lukken. Evert Visser die ging naar de voet van het Klimduin. En daar sprak hij een springlevende zus. Ja. Lucille. Van Annemarieke Kok. We gaan eens even kijken. De eventuele nieuwe fractie in Bergen heet Je Zus Leeft. Is het toevallig dat jij de zus bent van de lijsttrekker om te interviewen nu? Nou, ik ben inderdaad de zus. Ik ben, zoals je ziet, springlevend. En Annemarieke ook. Ja. En ik kan zeker wat vertellen ook over wat voor mens hij dan is.
En nou, ze is in ieder geval echt, echt een sociale, lieve meid met heel veel mensenkennis. Heel creatief, maakt graag veel muziek. Kan mensen heel goed inschatten, kan mensen heel goed begrijpen. En is samen met de partij bezig om echt een heel mooi plan te maken. Om met al hun idealen iets nieuws neer te zetten en dit vorm te gaan geven. Dus ik vind dat een heel mooi proces om te zien. Ik heb er heel veel vertrouwen in. En ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat natuurlijk. Ja. Hoe gaat zij straks om, denk je, met andere raadsleden? Stel dat ze erin komt. Nou, ik denk dat zij met een goede dosis humor en met een goede dosis menselijkheid even een frisse wind kan zijn in deze omgeving, in deze politieke omgeving. Dit is voor haar een nieuwe omgeving en zeker iets waar ze met heel veel plezier en met heel veel menselijkheid en positiviteit een bijdrage aan gaat leveren. Ja. Het was misschien een beetje een flauw grapje in het begin over een springlevende zus. Ja. Maar dat wordt ook gevoed door iets. Jullie hebben je ingeschreven als Jezus leeft. Ja. En vervolgens is het de partij Je Zus leeft geworden. Of is die spatie die daartussen staat, is dat per ongeluk gegaan? Nou, het is eigenlijk een leus. Hè? Het is niet de partij Je Zus leeft, want de partij is Jezus leeft. Ja. En dit is een leus vanuit iemand uit onze groep die aandacht wilde trekken voor, ja, wat er gaande is in de maatschappij. In de wereld eigenlijk. En het is echt om aandacht te trekken. Oké, nou dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Bij deze. Ja. Ze is een voorbeeld van een leven lang leren, zegt Anja de Ruiter. En wat ze nog meer vertelt dan Evert Visser over D66-lijsttrekker Alexandra Otto, dat gaan we nu zien. Ze is het voorbeeld van een leven lang leren. Ze is enorm leergierig, ze is nieuwsgierig. Ze gaat echt voor de materie, ze gaat echt voor de inhoud van dingen. En ze heeft zelf ook heel veel studies, zelfs in de tijd dat ze bij ons commissielid was en raadslid, heeft ze 2 volledige opleidingen gevolgd en afgemaakt. En tegenwoordig is ze dan nu lerares maatschappijleer. Dat heeft ze er gewoon even de afgelopen 4 jaar bij gedaan. Ja, en ook nog fractievoorzitter. Wat een energie en wat een tijd dat ze overal in kan stoppen dan blijkbaar. Ja, ze moet ook gigantisch intelligent zijn. Anders kan je dat ook niet bolwerken allemaal. Maar ze doet het wel. En daarnaast is ze ook nog eens een keer moeder en pleegmoeder in de weekends van een jongen die het niet zo goed heeft getroffen in het leven. Dus ook daar, haar sociale verbondenheid en betrokkenheid is enorm. Ik wilde Alexandra Otto laatst bellen. Zat ze in Mozambique? Dus ze is niet alleen maar bergen-minded. Nee, zeker niet. Ze heeft een geschiedenis in Mozambique. Daar heeft ze met haar man een lodge opgericht. Maar daarnaast ook een weeshuis, een kleuterschool en een lagerschool. Ja. Dus en dat vraagt ook aandacht. Heeft ze nog een minpuntje of is het alleen maar een dikke 10? Nou, als ik 1 minpunt moet noemen als lijsttrekker, is elke dat ze elke vorm van ijdelheid of dat mist ze gewoon. Dus dat is niet sexy tegenwoordig. Hè? Ze is dus ontdaan van elke vorm van ijdelheid of van zelfingenomenheid en dergelijke. Alexandra Otto. Ja. Ja, lieve. Ja, maar ik ben niet zo intelligent, hoor. Als ik dat zo hoor, waar haal je de tijd voor vandaan? Ja, dat vraagt iedereen me. Ja, dat vraagt iedereen me. Ja, dat vraagt me. Daarom, ik had ook even het eerst gevraagd van, je moet bij me op school gaan. Ik ben naast docent ook hoofdbedrijfsvoering. En ik had graag gewild dat hij wat leerlingen van me zou vragen. Want dan krijg je ook een beetje kritisch geluid van hoe ik het doe. Maar ja, het is plannen. Ja. Ja. Maar wat een lieve woorden. Ja, mooi, zeker. Ja, maar Anja, hallo. Wat komen jullie er goed vanaf? Ja. Ja. Dat hebben jullie het goed gedaan, denk ik. Dat zijn wel mooie mensen, ja. Naast de liefde en waarheid. Ja. Ik sta voor groen rechts. Ja. Sociale gelijkheid begint bij jezelf. Hmm. En verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Eerst maar bij jou, Jan. Wie heeft die slogan bedacht? Nou, die laatste, die komt zeker van mij af. We gaan altijd om. Ja, we beschikken altijd over het geld van anderen. Hè? Geld wat van onze gemeenschap is. En ik denk dat we daar heel kritisch over moeten zijn. Dat ben ik geweest in Bergen. En dat zie ik ook terug in Beemster. Ja, dan is het nou Houtenbos neemt financiën. In Kocheland Houtenbos neemt financiën. Ik denk dat het heel belangrijk is. En misschien zijn we af en toe te makkelijk
gaan we om met dat gemeenschapsgeld? Dus dan ja, wil ik dan graag de luizende pijl zijn. Ja, precies. Hoe is dat bij jullie tot stand gekomen, zo'n slogan? Wie bedenkt dat? Iedereen zelf. Iedereen heeft een eigen statement, flyer gemaakt, om ook juist de raadsleden, of de persoon, zoals je het net ook zei, achter de raadsleden te laten zien. Vaak is het op zo'n kieslijst gewoon, oké, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Maar dan leeft het niet. En wij hebben echt die namen een gezicht willen geven. Wie is nou die persoon? Dus iedereen heeft ook zijn eigen slogan. En ik dan, ik sta voor groen rechts. Ja, wat is groen rechts? Groen doen. Dus we hebben het heel, groen doen. Heel erg groen doen. Dus we hebben het bijvoorbeeld over CO2-reductie. Is groen links dan groen niet doen? Groen rechts is, wat ik al zei, je hebt het over bijvoorbeeld CO2-reductie. Of over stikstofproblematiek. Maar wat is het nou? Maak het concreet. Dus wij zeggen bijvoorbeeld heel simpel, stenen eruit, bomen erin. Hup, aan de slag met isoleren. Monumentale bomen behouden. Dat soort zaken. Ja. Dus echt het doen. Jullie zijn landelijke partijen, VVD, D66 ook. Hoe komt zo'n slogan bij jullie tot stand? Deze die jij net riep, die is van mijzelf. En daarnaast hebben we ook als fractie gezamenlijk een... Sociale gelijkheid begint bij jezelf. Die is van mij. Die heb jij bedacht. Ja, en ik ben van mening dat... heb ik mij verdiept in het sociaal domein. Ik zit nu ook in het onderwijs, maar ik heb hiervoor in de ouderenzorg gewerkt. En ik vind het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt in die zin. En dat... Anja zei het al, een leven lang leren is voor iedereen, ook voor ouderen, maar ook voor jongeren, een van de belangrijkste dingen die ik vind. Want dat is vaak een basis voor de sociale gelijkheid. Ja. Okay. Naast de liefde en waarheid. Ja. Van waar die slogan? Nou, naast de liefde om er gewoon voor elkaar te zijn in deze tijd, meer. Er is ontzettend veel aan de hand op het moment. En als je kijkt naar de mensen in je eigen omgeving, dan zou je daar dus kunnen beginnen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel daklozen in onze omgeving die echt tijdelijk her en der wonen en die zoeken dan een woonplek. Hebben wij binnen onze gemeente veel daklozen? Ja, ja. Ja, dat is echt verbazend. Er zijn heel veel mensen die dakloos, die wel een dak boven zich hun hoofd hebben, maar niet ingeschreven staan, omdat ze gewoon nog niet hun plek kunnen vinden. In die zin nog niet ingeschreven staan. En ook, er zijn er wel mensen die inderdaad geen dak boven hun hoofd hebben en die gewoon zwerven. Ja, ja die komen we ook tegen. Maar ja, er is een tijd, zijn er projecten worden aangevraagd voor tiny house bewegingen, maar ook op het Ecodorp, om daar een tiny house commune neer te zetten. Maar dat komt niet van de grond en wij zouden daar aandacht voor willen. Dat er dus meer naaste liefde is, meer... ingezet wordt en gekeken wordt en dat daar dus wat actie ondernomen wordt. Hoe verkopen jullie zelf? Voeren jullie al campagne? Wij zijn bezig met het vormen van onze informatie en dat op de site aan zetten. En volgende week is daar veel meer over te zien. Ja, ja. Waarschijnlijk maandag al. Dat viel me wel op, hoor. Ja. Want ik heb allerlei verkiezingsprogramma's gekregen. En het verkiezingsprogramma van jullie kwam in 3 appjes bij ons binnen. Ja, klopt. En ik kom er straks nog even op terug, maar ik had niet echt een heel duidelijk beeld van u van waar staat Jezus Leeft nu precies voor. Ik dacht dat het is waarschijnlijk een christelijke partij of iets dergelijks. Of... Had ik ook, ja. Maar het is heel erg vanuit het geloven naast de liefde. En we gaan dus eigenlijk heel erg uit vanuit vertrouwen in verbinding met het goddelijke. Ja, het is niet zo dat jullie gewoon Jezus Leeft als een kapstokje hebben gebruikt om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen. Nee, zeker niet. Nee. Het is echt wel vanuit overtuiging. Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Ik had het al even over campagne. Is campagne voeren leuk, meis? Absoluut. Eigenlijk zou ik het... of je moet het. Het stopt niet nu, hè. Het moet... En dat is wel jammer aan corona. Dat je toch 2 jaar lang dat minder hebt kunnen doen erop uit. Wij hebben wel als VVD geprobeerd om dat zoveel mogelijk te doen. Heel veel online bijeenkomsten georganiseerd. En wandelen. We hadden ook de wandelende wethouder. Ja. Zelf ook veel gewandeld om toch dat contact te houden. Want je zit er voor de inwoner. Ik ben ook inwoner, maar iedereen, daarvoor zit je er. En dat is niet in die raadzaal. Dat is juist daarbuiten. En nu is dan misschien een piek. Maar dit gaat absoluut hierna nog door. Ja. Jan Houtenbos, je hebt heel veel campagnes gevoerd ondertussen in je leven. Ja. Is er iets wat jou is bijgebleven, wat je opvallend leuk vond? Of heel diep triest? Diep triest of eigenlijk teleurstellend als je mensen... ontmoet verkiezingen.
denk je, hallo, wij zijn er dag en nacht mee bezig. En de rest van je inwoners dan. Ja, het leuke vind ik het spontane, het onverwachte. Vorige week stond ik op de markt in Egmond aan Zee en dan is er een draaiorgel. En dan komt er een dame zo op me af, ja, dan ga ik ter plekke dansen. Dat vind ik mooi. Ik ben dan heel onvoorspelbaar. En ik vind, nou, dat ben ik met je eens, je moet gewoon contact hebben met de burger. Je moet herkenbaar zijn. En ik vind het ook, ja, het hoort erbij en ik vind het leuk. Al ga ik boodschappen doen, ja, dan zeg ik tegen mijn zoon, ja, die weet nooit hoe laat ik... Ik kan nooit zeggen, ik ga even boodschappen doen. Want voor hetzelfde geld ben ik 3 kwartier weg omdat ik toevallig een broodje, nou, een krentenbrood moet halen. Maar dat hoort erbij. Dan spreek je weer mensen. Spreek jij veel mensen, Alexandra? Ik probeer het, maar het is heel ingewikkeld in mijn tijd, inderdaad. Ja. En dat maakt ook dat je nou op zoek bent naar mogelijkheden daarvoor. Want ik vind het belangrijk om iedereen te spreken. Wat ik merk is dat je toch maar een beperkte mensen die interesse hebben in die politiek. En dat is toch maar een beperkte, ja, ik noem het wel bubbel. En het liefst zou je ook mensen die wat meer afstand hebben, of mensen die van een migratieachtergrond, mensen met een handicap, mensen die missen we nu. Ook mensen met laaggeletterdheid, die vinden het ingewikkeld om die aansluiting te vinden. En die probeer je op te zoeken, maar dat is best lastig. Je kan het toch omdraaien? Jij zegt, je noemt dat even die bubbel. En je zegt, het is heel lastig om die aansluiting te vinden. Ja. Maar is het voor jullie misschien niet heel lastig om die aansluiting te vinden bij de inwoners? Ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Ik ben me heel bewust van die bubbel. We kunnen ons met naast 21 heel druk maken over echt de details. Heel leuk, maar als je mijn buurvrouw nogmaals vraagt over een huisvestingsverordening, ik noem maar wat, dan zal ze me met hele grote ogen aankijken. Ja. Dus op je vraag terugkomend... Kan je de mensen wel bereiken dan? Juist doordat je openstaat met alles wat je doet, dat van social media, maar ook nogmaals, ik maak heel erg kenbaar dat ik in die raad zit. Het begint al op het schoolplein, heel simpel. En zeg, oké, ik zit in die raad, maar ik ben er voor u. En dus zelf daar ook op uitgaan en gaan wandelen en die gesprekken aangaan. Inderdaad, bij de supermarkt. Ik nodig heel veel mensen uit voor kopjes koffie. En ook komen ze ook? Want ik zie dat regelmatig voorbij komen. Ja, dat je zegt, kom maar een kopje koffie drinken. Maar... Zo, laatst iemand nog ook over Ecodorp inderdaad, over de eerdere plannen. En als je dan hoort, ik vond het fantastische plannen die er waren voor een heel cultureel centrum. En de innovatie en de ideeën die mensen hebben. En het gaat ook belangrijk, hè? Is het ontzettend belangrijk. Je kan niet alles beloven als politici of politicus zou ik van alles willen beloven. Ja. Maar het gaat ook om het eerlijke verhaal en wat kan. En ik merk dat als je mensen gewoon heel duidelijk zegt, dit kan wel of dit kan niet. En ook heel duidelijk laat weten wat je ermee hebt gedaan. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Okay. We gaan er straks even verder over praten. Want het thema vandaag is, is participatie. Yep. Dus dan komen we er echt nog even over te spreken. We gaan eerst even iets heel anders doen. Hartstikke leuk zelfs. Ik ga jou vragen om even een plaats te maken. Ja. Ze zijn breed georiënteerd en willen zich niet binden aan een specifieke stijl en proberen veel uit zonder daarbij hun eigen identiteit te verliezen. Ze laten zich inspireren door muziek die de tand destijds heeft doorstaan met duidelijk hoorbare invloed uit de 70's. Sinds 2017 schrijven en spelen ze voornamelijk eigen werk, een mix van blues, jazz en country pop. En in 2018 brachten ze hun eerste EP met eigen werk The Boiling Point uit. We zijn blij dat ze tijd konden vrijmaken om vandaag bij ons op te treden met het nummer Lately. Lieve kijkers, hier zijn voor u Gaia van der Heijden en André van Solingen, oftewel Upstream. Lately I've been thinking, there's so much I wish I learned. If I only knew what I know now. Speak fluently Spanish or play the violin. Serve a kite, see the world upside down. Time goes by so fast, and no fairy tale ever told me. Still, it's never too late to be the person you were meant to be. Sunlight through the looking glass show lines on my face, the things I didn't do in just a glimpse.
Wasted summer, timeless years with lack of common sense, unaware of what my bell would ring. Time goes by so fast, and no fairy tale ever told me. Still, it's never too late to be the person you were meant to be. If I only knew what I know now. Geweldig mooi nummer, Lately. Met een mooie boodschap ook. Ja, alle dingen die je zou doen als je toen wist wat je nu weet. Precies, heel mooi. Ja. Het is tijd voor de inhoud van verkiezingsprogramma's. De redactie heeft nu ook een kleine selectie gemaakt voor deze aflevering tijdens het slotdebat op 13 maart aanstaande. Zullen we nog meer standpunten? Bij mij blijft er een tekst hangen nu, dus dat is even lastig. Terwijl, Alexander, kom hier lekker zitten weer aan tafel hoor, dan hebben we dat gewoon. Terwijl we nog meer standpunten gaan behandelen. In deze uitzending gaat het over participatie. Participatie staat bij alle partijen hoog in het vaandel, maar luisteren de toekomstige raadsleden ook echt naar wat de inwoners willen en nemen zij dan hun beslissingen daadwerkelijk in het algemeen belang? In de verkiezingsprogramma's van de VVD en D66 lezen we weinig terug over participatie. Nieuwkomer Ons Dorp zegt in dat programma, alles wat we doen wordt gestuurd vanuit de kiezer, maar hoe ze die informatie opgenomen, dat staat er niet. Jezus Leeft is wel heel uitgesproken. Zij willen uitsluitend besluiten nemen op basis van de uitkomsten van enquêtes. Participatie anno 2022. Zullen we even kijken hoe onze inwoners hierover denken? Verslaggever Evert Visser peilde de stemming op straat. Heeft u zelf het idee dat u voldoende invloed kan uitoefenen als inwoner? Als er plannen zijn van de gemeente? Nou, ik ga, als er vergaderingen is, ga ik er wel meestal heen. Maar ik breng niks in, joh. Ik heb er niks in te brengen. En heeft u het idee dat het zin heeft als je wel wat inbrengt? Nou ja, moet je horen, die jonge lui doen dat wel. Dan denk ik ook, ja, laat die maar. Die willen huizen en die willen woningen hebben en andere dingen. Dat is toch zo? Ik heb dat niet meer nodig. Ik vermaak me toch wel. Ik hoef toch niet per se mijn mening te uiten. En ik ben gewoon gelukkig, ook al gebeuren er andere dingen. Dus ik hoef daar niet per se me in te mengen, om het even zo te zeggen. Heeft u wel eens uw invloed laten horen in de lokale politiek? Bewoners voor bijeenkomst of zo? Nee, ik heb het een poos gedaan in school en ben ik alleen maar kwaad geworden. Dus. Waarom was je kwaad? Omdat ik vind dat de vriendjespolitiek wordt behandeld en daar hou ik niet van. Kreeg u niet uw zin? Ik vind dat er niet echt naar je gehoord wordt. Nou, dat heb ik wat van gezegd en toen ben ik gewoon opgestapt. Nou, weet je, je hoort vaak dat de mensen dan komen en dan wordt er toch niets gedaan met hun inzet of met hun inleg. Dan denk ik, nou, dan heb ik geen behoefte om daar naartoe te gaan. Ja, ik zou er wel, misschien wel de tijd voor hebben. Maar het is zo dat ik kan het bijna niet meer volgen. Er zijn zoveel opeenvolgingen gingen geweest van gemeentebesturen en dan weer fractie dit, fractie dit. En dan stapt die er weer uit, heeft die weer ruzie. Nou, dat is niet mijn karakter. Nee, ik heb daar geen. Ik voel er innerlijk geen energie voor om dat te gaan doen. Zou het zin hebben als u mening geeft? Nou, wellicht. Zou kunnen. Dat is een politiek antwoord. Zeker. Dank u wel.
Dat is duidelijk een politiek antwoord. Laten we hopen dat we hier niet te veel politieke antwoorden nu gaan krijgen. Dat jullie gewoon gaan vertellen waar jullie echt voor staan. Politiek, inwoners en participatie. Een drie-eenheid of nog een lange weg te gaan, meisje. We hebben prachtig participatiebeleid vastgesteld. Maar papier is geduldig. Dus beleid is fantastisch. Maar het gaat erom hoe je het in de praktijk brengt. En dat vraagt veel meer dan alleen maar luisteren. Dat vraagt ook een verandering binnen de organisatie, dus ambtenaren. Het vraagt een verandering van raadsleden. Het vraagt ook een verandering van inwoners. Het gaat om verwachtingenmanagement, wat ik eerder al zei. Wat kan wel en wat kan niet? Dus we hebben mooie stappen gemaakt op papier. En nu erop uit. Ja, en eigenlijk moet je daar al veel meer zijn, ja. We gaan uitvinden hoe de kiezers daarover denken natuurlijk. Of zij vinden dat jullie wel voldoende hebben geparticipeerd de afgelopen jaren. En wat de plannen zijn van de nieuwe partijen over participatie. Hoe zien jullie dat, Annemieke, bij Jezus Leeft? Participatie. Wij richten ons erop om meer te kijken naar wat de behoefte is van de mens. Wat de stem is van de mensen in de omgeving. Dorp. En daar vanuit te kijken van wat die behoefte dus wil. Hoe weet je dat? Hoe weet je wat ze in Hargen willen? Of in Egmond Binnen of in Schorel? Nou, ik heb een heleboel vrienden, een groot netwerk om me heen waar ik mee omga. En ik weet natuurlijk wat er speelt door in contact te zijn met mensen. En ik denk dat het vooral gaat over verbinding en vertrouwen. Ja. En niet zozeer om per se een mening te geven over iemand wat iemand anders zegt of zo. Maar. Ja, maar op een gegeven moment je komt wel in de raad. Dan moet je daar wel een mening geven. Dan moet je je wel uitspreken voor hetgeen waar jouw kiezer eigenlijk van vinden dat je je vooruit moet spreken. Ja, dat wel, ja. Ja. En daar hebben we wel een duidelijk idee over waar wij dan voor staan. Ja, waar staan jullie dan voor? Nou, naast de liefde natuurlijk. Maar ook meer vanuit de natuur, meer verbinding vanuit wat goed is voor de mens echt. Simpel voorbeeld, we hebben nu die digitale parkeervergunning. Nou, dat is een heel gedoe. Daar is heel veel onrust over geweest. De wethouder moet alle zeilen bijzetten, zeg maar, om de kikkers in de emmer te houden. Ja. Hoe zouden jullie dat aanpakken dan? Digitale parkeervergunning. Nou, wij zouden zeggen van digitaal parkeervergunning, ja. Wij zouden zeggen minder auto's in het centrum eerder. Dus maar die mensen wonen daar wel, hè? Ze hebben een auto. Ja, maar daar is al plek voor. Dus je hoeft niet per se nog daar nieuwe dingen voor te verzinnen. Dat is eigenlijk al goed. Ja. Nu is dat misschien op een plek waar geen toeristen komen mogelijk. Maar als er ook veel toeristen komen, dan moet je daar wel een oplossing voor zien te bedenken. Ja, nou, misschien auto vrijmaken. Ja. Minder toerisme. Zou een mogelijkheid kunnen zijn. Vertegenwoordig je als partij, Jan, het algemeen belang van iedereen of het algemeen belang van je eigen kiezers? Ja, dat is een hele lastige. Ik denk dat het voortdurend kan wisselen. We gaan voor het algemeen belang, maar we kunnen het nooit iedereen naar zijn zin maken of naar haar zin maken. Het is altijd een afweging die op een gegeven moment de raad moet gaan doen. Maar terecht gezegd, we hebben nu een prachtig document op papier, maar dan de praktijk. Ja. Nou, dat is het voordeel of nadeel dat je een tijdje meeloopt in de politiek. Vroeger, in de jaren 90, noemen we dat sociale vernieuwing. Kwam het ook vanuit de buurt. Maar jullie hebben nog niet zo heel veel op papier. Als ik naar jullie partijprogramma kijk, dan kan ik daar niet in terugvinden hoe jullie die informatie gaan ophalen. Je zegt, we gaan luisteren naar de inwoners. Maar hoe je dat gaat doen... Wij zijn ook voorstander van een adviserend referendum, dat we in ieder geval weten wat er leeft in een bepaalde kern waar je iets gaan invoeren. We noemden net even de parkeerproblematiek. Mm-hmm. Dan zie je heel duidelijk dat we per kern leeft dat anders. En de informatie die ik krijg, en dat is ook die mensen die je spreken, onder andere bij de supermarkt, dat we in het begin toch te weinig hebben geluisterd naar wat er leeft bij de bevolking. En dat we daar op een gegeven moment op gaan inspelen. Oh, verrek. Kom jij ook wel eens in de supermarkt in Egmond Binnen? Daar stond ik gisteren nog. Ja, te flyeren waarschijnlijk. Ja, te flyeren. Maar kom ik daar ook. En hoe doe je dat in Hargen? In Hargen, daar kom ik heel weinig in de supermarkt.
We zijn ook op een gegeven moment in het verleden ook geflyerd. Een supermarkt. Ook een supermarkt in Groet. Ja, dan tref je niet de hoeveelheid mensen. Dan moet je toch de grotere supermarkt hebben. Maar met name, weet je, ook, nou, het is ook aan de orde gekomen. Als je gaat wandelen, dan spreek je de mensen ook. En zij kennen me waarschijnlijk aan mijn grijze krullen. Maar op het strand word ik ze nu en dan aangereden niet. Maar komt er zo'n grote shovel op me af van, goh Jan, ik zie je nu toevallig. Ik wil je even over spreken. Ja. En dat moet ook kunnen in de straat. Oké. Alexander, jullie zijn de partij van de referendumpartij D66. Ja, maar niet raadgevend. Nee. Nee, wij zijn van de besluitvormende versie. We hebben, natuurlijk landelijk hebben we in eerste instantie de raadgevende niet meer in stand gehouden. En ik denk ook eerlijk gezegd hier dat het lokaal ook kan. En het liefst zouden wij een soort burgerforum hebben waarbij je niet zozeer het richt op mensen die zich daarover uit willen spreken, maar dat je het meer op basis van loting een groep mensen bepaalt die daar een vorm aan geven en die meedenken over voorstellen die erom vragen. Want dat krijg je ook nog. Je gaat niet over een wettelijke aanpassing van een statuut mensen daarmee belasten. Ik kan me voorstellen dat mensen daar niet zoveel iets over willen zeggen. Daar worden ze niet blij van. Maar wel op het moment dat je zegt van nou, we gaan het hebben over een centrum of we gaan het hebben over nieuwe bouwplannen, wel of niet in het buitengebied. Dat mensen dan wel zoiets hebben van nou ja. En wat Jan ook zegt, vond ik heel mooi. Inderdaad, meer kerngericht. Want wat we ook gemerkt hebben, toen we op gingen halen bij de verschillende bewonersverenigingen van, nou, wat zouden jullie nou als top 5 willen veranderen? Dan zie je dat het zo verschilt. Ja. In de ene kern en in de andere kern. In de ene kern gaat het over hondenpoep en in de andere kern gaat het over er moet meer doorstroming komen. Dus het is, ja, ik denk dat je het echt meer kerngericht moet proberen. Ja, en het zit ook heel erg in, nogmaals, hè, luisteren is altijd goed, maar het zit ook heel erg, en dat zei Jan ook heel goed en ook Alexander, het gaat ook om de communicatie, hè, heel erg. Wat doe je er dan mee? En wat kan wel en wat kan niet? En ik denk dat zelfs dat daar een hele grote wereld te winnen is. Want hoe vaak ik ook niet mensen heb van, oké, je bent daarmee begonnen, maar hoe staat het nu? Of ook vooraf, daar zit ook het, wat ons betreft, het grote verschil. De voorkant kan soms langer duren. Stel bijvoorbeeld bij parkeren. Als je daar van tevoren, denk ik, en beter had gecommuniceerd, maar wellicht ook nog meer had opgehaald en er de tijd had voorgenomen, maar ook nogmaals, wat heb je er nou mee gedaan? Of wat kan wel en niet? Dat dan een groot deel van die onrust was weggenomen. Okay. Ja. Jullie hebben ook in je programma staan, geef wijken budgetten. Ja, absoluut. Dat is wat jullie willen. D66 zegt, kernen krijgen bestedingsbudget om samen met inwoners prioriteiten te bepalen. Ja. Dus daar gaan jullie geld aan uitgeven. Ja. Ze hebben al trouwens de wijk. Er is al een wijkbudget, maar dat kan wat ons betreft groter. Want wat je ziet, ook nogmaals in mijn wijk, mensen, zoiets bijvoorbeeld simpels inderdaad als groen. Mensen hebben daar echt wel hele goede en leuke ideeën voor. Laat als gemeente soms net iets meer los. Ga faciliteren. Nu is het wel zo natuurlijk dat je als raad in beginsel de kaders moet gaan bepalen. Ja, de kaders. Ja, doen we toch? De hoofdlijnen. Ja, maar daarvoor moet je misschien eerst inwoners hebben gesproken. Absoluut. En de vraag is van op welk moment doe je wat? Want wat ik ingewikkeld vind, wat ik net al aangeef, we zitten zo in zo'n bubbel. Kijk, je spreekt inderdaad de mensen die je kent komen naar je toe. Of die je herkennen. Ook mensen die me niet kennen. Ja, maar die je wel herkennen. En dat maakt het toch lastig. Je wilt toch liever breder, een bredere spreiding hebben van de mensen die met punten kunnen komen. En natuurlijk zijn wij ook aan het canvas. En je vroeg ook net van, spreek je de mensen nu en vind je het leuk in die campagnetijd? Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat ik het alleen nu doe. Ik ben niet trots op het feit dat ik nu aanbel of mensen vraag. Ik wil dat het liefst de hele periode doen. Dus ik denk dat we naar nieuwe vormen moeten. Ik vind het ook mooi dat jij dat aangeeft. Van ja, we willen horen wat de mensen willen. Ja, het zijn de mensen die je kent. En we willen naar vormen waarbij je meer mensen kan horen. Ja, als raad mogen we echt wel meer orderen ook uit die zetel. Dat is zo'n heel simpel voorbeeld als een schorrel. Prachtig speelplek gekomen. Dat is het aan die kinderen daarover gelaten, aan de buurt. Jongens, hebben jullie ideeën? Kies zelf maar. Ja. En ook als raad, huppakee.
uit die stoel. Je hoeft je als raad geen lezen meer mee te bemoeien. Helemaal niet. Helemaal niet. Want dat is op een gegeven moment het probleem. Nee, wat nu als ze hele mooie speeltoestellen willen die heel erg duur zijn? Nee, maar dat is dus een kader. Ja, dat zijn de kaders. Ja. En die ga je van tevoren stellen. Ja, het budget geef je mee, maar ook zoiets. Bijvoorbeeld als je zegt, maar heb je dan ook al niet een bepaalde selectie gemaakt waar zij dan uit kunnen kiezen? Nee, dat hoeft niet. Nee. Dat is daar helemaal losgaan. Je kan op een gegeven moment ook gaan. Ik noem maar even. Dat is het voordeel. Andere gemeenten, je kan gaan werken met wijkteams of doelteams. Van goh, welke ideeën leverden bij jullie? En dan geef je wel de kaders aan. Ja. Dan hebben we het over de participatie. Wanneer ga je daarmee werken, Jan? Want volgende week dan zijn de verkiezingen. Ja. En dan gaan jullie aan tafel zitten. En dan moeten jullie een plan gaan bedenken hoe jullie de komende 4 jaar invulling gaan geven. Maar ga je dan pas beginnen met die informatie ophalen? Of heb je dat ervoor gedaan al? Die informatie komt vanuit de bevolking, hè? Maar je geeft wel aan, jongens, we hebben een budget van, ik noem maar wel 15.000 euro, want dan kom ik weer met mijn cijfers. En het moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja. En we hebben het niet alleen over speelplaatsen, maar het kan ook iets gaan over cultuur. Dat soort zaken. Een mooi voorbeeld is Dorphuis De Schulp, echt van binnen. Dat mag zelf dan de exploitatie gaan bepalen, de activiteiten die daar binnen plaatsvinden. Maar er waren toch een aantal fracties die zeggen, in de huidige raad zeg maar, dat zij zelf toch wilden bepalen wat er met dat gemeenschapsgeld wordt gedaan. Nou, daar zijn wel een paar dingen. Kijk, nu is het een ontzettend goed team van mensen. Maar het gaat ook om continuïteit. En het gaat ook echt een smak geld, hè, uit mijn hoofd, 2 miljoen. Mm-hmm. Dan wil je als raad wel kaders meegeven hoe je daarmee omgaat nogmaals. En dat die continuïteit bestendig blijft. En niet dat over 4 of 10 jaar, als die mensen weg zijn, dat weer moeten komen. Raad, we redden het niet. Ja. Dus het gaat om continuïteit en hoe kan je zorgen dat het ook door blijft gaan. En niet bij alleen deze mensen berust. En wat nu als jullie het helemaal niet eens zijn met de plannen die ze hebben? Nou, ik denk dat dat is een van die kaders, hè. Je moet van tevoren bepalen wie zijn feestje het is. Van wie komt het initiatief? Komt het vanuit de burger? Dan zijn we als gemeente faciliterend. Maar dat geef je van tevoren aan. Mm-hmm. Komt het initiatief vanuit de gemeente? Ja. Dan haal je op maar ik denk, bij de bevolking. Maar ik denk dat het voor ons gewoon belangrijk is dat wij goede kaders stellen. En dan vind ik ook dat je daarna los moet laten. Ja. En dan komt het in de raad en dan denk ik van, nou, ik vind het wel lef hebben. Ik vind het wel lef hebben als jij nu tegen durft te stemmen. Ja, want weet je het als raadslid beter dan de andere inwoners? Nee, dat zeg ik juist niet. Daarom zeg ik ook, als wij die kaders aangeven. Maar ik denk af en toe wel. Wat vind jij ervan? Weet jij het als raadslid beter dan de andere inwoners? Nee. Staat ook in jullie programma, hè, dat jullie het niet weten. Dat jullie echt die kennis overal op willen halen. Nee, wij weten wat we weten wat wij goed vinden natuurlijk. Ja. Hè? We weten wat wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, wij zouden geld investeren aan lokale boeren. Gifvrij lokale boeren. En daar meer in investeren bijvoorbeeld. En ja, dat soort dingen. Gewoon anders gericht, denk ik. Hè? Alles wat we doen wordt gestuurd vanuit de kiezers. We zijn geen partij met een in beton gegoten programma, maar een beweging die inspeelt op het inzicht dat een betrokken bewoner een tevreden bewoner is. Dat staat bij jullie op de website. Ja. Dat gaat verder, neem ik aan, dan alleen wijken of kernen en budget geven om iets te bereiken. Nee, dat gaat ook verder. Ik denk dat een heel belangrijk ding is, dat als we luisteren naar de inwoners, dat we ze in ieder geval het gevoel hebben. Op jullie website staat, jullie luisteren naar de kiezers. Dat zijn maar een beperkt aantal inwoners. Ja, okay. Nou, kiezers-inwoners. Ja, want nou, al hebben we het over speelplaatsen. Heb je nu zojuist uit jullie partijprogramma heen geschreven? Nee, Jan, je kunt toch andere inzichten maak krijgen? Jij het af, maar ja, voorschrijdend inzichten noemen we dat tegenwoordig. Ja. Maak je misschien een afweging anders ten opzichte van de kiezers en de inwoners? Of? Nee, natuurlijk maak je een bepaalde afweging. Maar nogmaals, je moet van tevoren wel aangeven tot hoe ver je wil gaan. Ik kan een voorbeeld aanhalen. We hadden het centrumplan Schorrel. Dat kwam echt een plan vanuit de bevolking. Ze hebben begonnen met een wit stuk papier. Zag er prachtig uit. Ik ging naar de raad. Ik wilde alleen met budget. En vervolgens krijgen we een discussie in de raad. Ja, rijrichting, parkeerplaatsen. En ik werd die avond ook chagrijnig. Want dat werd mij ook verwezen. Ja. God, waarvoor reageer je? Ik zeg, ik kom hier alleen maar voor een budget.
Want de bevolking die krijgt de vrijheid. En vervolgens denken wij toch als raad... Ja, eens. En, ja. Maar dat is precies die verandering. Daar moeten we dus vanaf blijven. Dat moeten we van tevoren aangeven. En dat is precies die verandering wat ik zei. Participatie in dat beleid. Het gaat ook om een verandering van de raad. Ja, veranderen. Het begint bij jezelf. Verandering in houding. Ja. Hoe je dat omlaat, omgaat en loslaat. Zijn jullie daartoe in staat? Zeker. Want het is natuurlijk al een... Althans, laat ik zo spreken. We moeten daar een scherp op houden. Want we krijgen die omgevingswet. Nou, dat wordt sowieso een feest. Naar verwachting wordt het 2050. Mijn persoonlijke inschatting. Uitstel, afstel verwacht ik ook nog wel. We zijn er gewoon gewend. Want we willen ons dolgraag bemoeien met een bouwplan. Ja, maar dat nog... kijk, je houdt namelijk, als je het loslaat... Je zal uiteindelijk wel een keuze moeten maken. Ja. En als je de kaders meegeeft aan de inwoners, dan kunnen ze een heel eind komen. Maar als ze er niet uitkomen, we hebben dat natuurlijk ook gezien bij de afwegingen rondom het Molenweitje. Ja. Waar twee partijen echt tegenover elkaar stonden. Waarbij ze elkaar zoveel mogelijk hebben benaderd. Maar het uiteindelijke besluit lag toch dan bij ons, omdat ze er niet helemaal uit. Ja, er zullen namelijk wel geluisterd. Er zullen altijd mensen zijn die zich niet gehoord voelen. Hè, omdat de gemeenteraad een beslissing neemt die ze niet aanstaat. Hoe gaan jullie daarmee om? Dan ligt het dus in communicatie wat ik eerder zei. Wat heb je gedaan en waarom heb je het gedaan? En ik heb al zo vaak meegemaakt, want ook die kopjes koffie waar je het over had... en mensen die boos waren, ze voelden zich niet gehoord of geluisterd... of wat is er met mijn input gebeurd? En mensen begrijpen het heus wel als je iets anders hebt gekozen... of een andere richting hebt gegaan, zoals bij het Molenweitje... als je het maar uitlegt en terugkoppelt. En heel belangrijk ook bij, zoals bijvoorbeeld dan parkeren... evalueren. Dus over 2-3 jaar, hoe is het dan gegaan? Gaat het zoals het gaat? En ga dan ook weer terug naar de inwoners. Hoe ervaren jullie het? En op die manier... mensen die het er ook niet mee eens zijn... die hebben, niet berusting is het slechte woord, maar die begrijpen het. Nou, je moet als fractie eigenlijk altijd zelf je standpunt bepalen. Dat is eigenlijk belangrijk, want denk ik. Mensen stemmen uiteindelijk op jou als fractie... op bepaalde waarden of normen of standpunten die je hebt. Ja. En als de kiezer het daar... En dan ga je uiteindelijk stemmen tellen in de raad. Ja. En als de kiezer je daar uit achteraf toch niet mee eens zijn... dan gaan ze jou daar 4 jaar later op afrekenen. Ik hoop misschien eerder. Ja, ik hoop eerder. Ja, misschien eerder. Inderdaad, misschien ook. Van wat heb je nu gedaan? Ja, ik hoop het. En dat mag ook. De beweringen die jullie doen, die moeten meetbaar zijn. Hè? Je moet dat kunnen toetsen of dat klopt. Mm-hmm. Jullie hebben een soort van onderzoeksplicht als fracties. Mm-hmm, daar hebben we commissie zelfs voor. Ja, precies. Mm-hmm. Maar hoe gaan jullie dat doen bijvoorbeeld, Annemieke? Onderzoeksplicht? Ja. Nou, ik heb er natuurlijk nog heel weinig kaas van gegeten. Hè? Ja, maar daar zit de kiezer niet op te wachten natuurlijk. Die willen eigenlijk mensen hebben die wel kaas heeft gegeten. Nou ja, of iets anders, maar in ieder geval weet wat er speelt. Ja, nou ja, ik zou zo denken van... als er echt een probleem is, in dit geval parkeren of zo... dan krijgt de gemeente dat te horen. Ja. Dan komt dat dus vanzelf op de plek waar het moet zijn. Dus ik hoef niet te gaan zoeken of er ergens een probleem is. Ja, maar dan ga je de put dempen als het kalf al verdronken is, hè? Nou, dat denk ik niet dat dat zo gaat. Want dat is eigenlijk een beetje doemdenken, hè, als je zo denkt. Ik denk dat het veel sneller... informatie komt veel sneller bij de gemeente terecht dan je denkt... nog voordat er echt iets aan de hand is. Ja. En burenruzies heb je altijd. Nu is het 1 maart geweest. Ze zijn er nog niet uit, hoor, in Egmond, hoe dat nu allemaal moet met die vergunningen. Nou ja, hebben ze wat te doen? In die informatie, die is al heel lang bekend. Gaan ze in Egmond de zee wandelen? Ja. Moet er meer samengewerkt worden tussen fracties? Absoluut, ja. Nou, dat is heel mooi. Ja. En dat proberen we natuurlijk wel al heel veel. Maar je houdt nog steeds dat je verschil hebt in standpunten. Je kan het natuurlijk nooit helemaal met elkaar eens worden. En dan gaat het uiteindelijk inderdaad om stemmen. Maar je probeert elkaar wel te overtuigen van elkaars standpunten. En die samenwerking op te zoeken. En misschien in nuances dingen aan te passen. Waardoor je toch met elkaar niet gaat. Jij wil iets zeggen, Jan? Ja, maar als je nou globaal kijkt naar al onze verkiezingsprogramma's... Hè, dan zijn we eigenlijk allemaal met elkaar eens. Of het nou 30 kilometer is, nou, noem maar op. Dank je wel, Jan. ook standpunten die bij ons in het verkiezingsprogramma staan, tot mijn grote vreugde, neemt het college daar nu al besluit op. Dan ja, dat wij ook. Goed. Ja. Maar ik denk dat het op een gegeven moment ook een kwestie is van het elkaar gunnen. Ja. He, want we hebben nog te veel dat we met elkaar
discussie aangaan, misschien wel bekvechten. Wat zeg je nou, Jan Hadebos? Het elkaar gunnen. Jullie staan er toch voor de belangen van de inwoners? Ja, dat klopt toch niet omdat je elkaar de bal toe wil spelen? Het gaat niet, maar wat samen denk ik benoemd. Juist, het gaat, kijk, nogmaals, de verschillen, daar ben ik het helemaal mee eens, die zijn niet zo groot. Maar soms is het gaat ook inderdaad, het gaat natuurlijk om het algemeen belang, maar het gaat ook om om elkaar wat gunnen. En dan is het niet hully en zully, dan ga je op zoek naar toch het samenkomen. En dat doen we te weinig. Ja, precies. Ik ben er wel van. Dat weet ik niet hoor, Jan. Dat er absoluut de afgelopen 3 jaar zijn er zulke grote sprongen gezet. En je ziet het ook. Er is meer rust in de raad. Daar begint mee. Dan krijg je rust in bestuur. Ja. Rust, heel belangrijk in de ambtelijke organisatie. Maar zoals het spreekwoord al zegt, hè, vertrouwen. Je kunt hem wel aanvullen. Ja. Ja, dat is heel mooi. Maar ik noem het maar even op. Want Jan zegt, voeten gaat de paard. Dus, luisteren we voldoende naar inwoners? Jij zegt dat doen we al. Dat is het lastigste, luisteren naar inwoners. Dat is mijn makkelijkste. Dat kan niet iedereen horen. Dus je luistert naar de. Ja, maar daarom hebben we ook 8 partijen, toch? Dan probeer je in ieder geval zoveel mogelijk mensen te horen. Ja, iedereen probeert daarin zijn achterban te bereiken. Maar je wilt het liefst de mensen die je niet kan bereiken ook horen. Dus luisteren naar inwoners. Maar ik denk dat er nog een stapje is wat vaak wordt vergeten. Als er eenmaal een besluit is genomen, dan staat het niet morgen. En wat ik heel erg heb gemist, is vanaf het moment dat het besluit is genomen, dat we meegenomen worden, en ook de inwoners, totdat die schop in die grond gaat. Ja. Dus dat als er een besluit wordt genomen over een dorpsplein, dat een bewonersvereniging daarmee aan de gang gaat, dat daar ook over wordt geïnformeerd. En dat als er dan eenmaal een uitvoering voor ligt, dat er niet een verrassing ligt ineens, omdat het ineens 4 jaar later past. Geef het nog even naar ons dorp, Alexander. Ik onderbreek je, want we zitten ook in de tijd. Weet je, dat vliegt voorbij. Het liefst hadden we nog een paar uur door kunnen praten. Vooral ons dorp spreekt zich uit over wat er niet goed ging met betrekking tot participatie. Ja. Als ik naar jullie programma kijk en ook naar jullie campagne, dan hameren jullie daar ernstig op. Inwoners worden niet gehoord of zelfs voor de gek gehouden, zeggen jullie. Voorbeeld is het plan de Watertoren in Egmond aan de Hoef. Inwoners hebben andere ideeën over de plaatsing van de sporthal. De gemeenteraad ziet participatie als heel erg belangrijk. Maar toch is er wel een verschil qua invulling. Hoe je denkt over hoe je die participatie moet invullen. Jij had al een idee van, er moet een raadgevend referendum komen. Jij ook een raadgevende? Jij helemaal niet. Een burgerforum, wij zeggen een besluitvorm, het referendum. Ja, dat is iets anders dan een raadgevend referendum. Ja, dank je wel. Hoe zit dat bij de VVD? Ja, wat ik wou naar mij toe komen ook. Nou, wat ik net al zei, hè. We komen zo bij, hoor, Jan. Je krijgt zo je minuut. Nee, ik wilde graag om die. Nee, wat het waard om gaat. Even kort, hoor. Anderhalve jaar geleden prachtig participatiebeleid aangenomen. Maar het gaat om die praktijk. Ja. En dan kunnen we prachtige burgerfora of referenda houden. Het begint nogmaals bij luisteren, bij ophalen, verwachtingenmanagement. Wat kan wel, wat kan niet. En communicatie. Dus laten we dat nou eerst op orde hebben, zeggen wij, voordat je weer het volgende wiel uitvindt. Ja. Want verandering is niet zo makkelijk. Oké, we blijven even bij jou. Het is tijd voor een minuut bij Ruud. Geweldig. En dat betekent eigenlijk, jullie krijgen zometeen alle 4 1 minuut de tijd om te vertellen aan onze kijkers waarom ze op jullie moeten stemmen. We beginnen bij Meis de Jong. Meis, die camera is voor jou, de minuut bij Ruud. Toen ik 3 jaar geleden de raad inging, dacht ik dat het draaide om standpunten. Maar wat net eigenlijk al bleek, 90% van de standpunten van deze politieke partijen komt overeen. Maar waar draait het dan wel om? Om die 21 raadsleden in die raadzaal en hoe ze samenwerken. Als gemeente staan we voor grote veranderingen en grote opgaves. En net als bij grote bedrijven, wat heb je dan nodig? Nieuwe mensen. Mensen met een verfrissende blik, met nieuwe energie en die verwondering hebben. Waarom doen we het zo? Bij de VVD zijn de eerste 9 kandidaten, van de eerste 9 kandidaten zijn er 6 compleet nieuw. Met die verfrissende blik en energie. En daar ben ik persoonlijk zelf heel trots op. Van de eerste 8 zijn er 4 vrouw. Kortom,
Wilt u een nieuwe verfrissende verblik, nieuwe verfrissende energie in die raad en daarmee verandering? Stem 16 maart VVD. Dankjewel, Meis de Jong, VVD. We gaan voor de volgende minuut gaan we naar Jan Houtenbos van Ons Dorp. Dankjewel. Het besturen van de gemeente, dat doe je voor je eigen inwoners. Een aantal zaken zijn daar heel belangrijk. De gemeente moet herkenbaar zijn voor onze inwoners. Herkenbaar in de dienstverlening. Dan bedoel ik met onder andere op de ambtelijke ondersteuning vanuit de boeg. Die moet meer herkenbaar worden. We moeten ons niet altijd houden aan de rechtmatigheid. We moeten streven naar rechtvaardigheid. De menselijke maat moet terug. En wat heel belangrijk is, dat de inwoner, als hij wat te vertellen heeft, dat we hem terugkoppelen en dat hij het gevoel heeft van, goh, ik word begrepen door de desbetreffende wethouder of raadslid. Dat is heel belangrijk. Oké, stem Jan Houtenbos zou ik zeggen. Ons dorp. Graag. Dankjewel, Jan. Je was ruimschoots binnen een minuut. Voor de volgende gaan we naar Annemarieke Kok van Jezus Leeft. Dit is jouw camera zo. Eerste lieder. Goedendag. Jezus Leeft. Wij zijn een nieuwe groep binnen Jezus Leeft. En wij willen met name ons richten op de boeren, de kleine boeren in de omgeving. Ecologische tuinieren. Dat daar meer lokale voeding vanuit die boeren in de omgeving, hoe zeg je dat, worden neergezet. En maar ook de stem van het volk, dat vinden wij belangrijk. We zouden ons willen richten op duurzaamheid in de natuurlijke zin. En het zou heel mooi zijn als er binnen de gemeente een site komt waar mensen bijvoorbeeld hun ideeën kunnen inbrengen. En ook waar serieus meteen naar gekeken wordt. Zodat er ook gekeken wordt naar het uitvoeren van die ideeën binnen een vrij korte tijd en niet een al te lange tijd van jaren. En naast de liefde vinden wij interessant, vinden wij mooi en belangrijk. Je minuut zit erop. Oké. Dankjewel. We zijn toen de laatste minuut bij Ruud en die is voor Alexandra Otto van D66. Dankjewel. D66 staat voor mens, natuur en perspectief. Mens, omdat wij iedereen vrij willen laten zijn om te ontwikkelen tot wie die wilt zijn. Daarnaast willen wij iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Dus wij willen in het kader van zorg en welzijn voor degenen die dat nodig hebben, de steun bieden die daar behoefte aan hebben. Natuur, omdat wij vinden dat wij het groen wat wij hebben in onze prachtige gemeente willen behouden. En dat het buitengebied ook meer natuur krijgt. Dus dat we niet het volbouwen buiten onze kern. Als laatste perspectief, want wij vinden dat het bestuur voor de langere termijn is, voor het algemeen belang en dat het wars is van conflicten en van gedoe in de raad. We nemen graag onze inwoners mee op een objectieve en goede manier. En we maken die balans die noodzakelijk is om tot het juiste besluit voor de toekomst te komen. En daarom stem D66, 14, 15 of 16 maart. Dankjewel. Dankjewel, Ruud. Exact binnen die minuut, dus dat is heel goed gegaan. En we komen aan het einde van ons programma voor vandaag. Maar voordat we gaan afsluiten, gaan we nog even luisteren naar onze inwoners. Evert Visser peilde de stemming op straat over een onderwerp die het afgelopen jaar niet alleen lokaal, maar ook landelijk veelvuldig in het nieuws was. De bomenkap. Hoe denkt u daarover? Ze hebben het over CO2 en de boeren moeten weg. Dan denk ik, waarom ga je dan bomen kappen? Die bomen die zorgen dus juist dat dat CO2-probleem wordt opgelost. Ja, dat worden van die kale stukken. Vind ik niet zo mooi. Lijkt me ook niet zo prettig gedaan meer om daar dan te zijn, om te fietsen of te wandelen. Ja, ze kunnen wel zeggen van, ja, maar ze waren er nooit en het is nieuw beleid. Ja,
prima, maar bomen moet je gewoon van afblijven, want we zijn een klein land en we hebben die bomen hard nodig. We moeten ze zeker behouden, vooral omdat die bossen zo belangrijk zijn, juist voor de diversiteit. En het stuiven, ja, het klinkt wel heel leuk, maar daar houden we het natuurlijk niet. Ja. Kijk maar, de fietspaden hier en daar is gewoon levensgevaarlijk geworden om te fietsen. Het is zo kaal, het is open. Ja. Vind je niet? Ik vind dat ze mag van mij wel een beetje bomen en bomen laten staan. En, ja. Ik vind het altijd zonde als ze gekapt worden, maar als dat betekent dat er daardoor meer verschillende soorten bomen ontstaan en wat meer vogels komen, is dat natuurlijk wel weer goed. Ik neem aan dat ze daar wel over nadenken dat ze niet in het wilde weg gaan kappen, maar dat er op een gegeven moment om andere bomen en natuur weer een kans te geven het nodig is. Ze zullen hun reden ervoor hebben dus. Maar de mensen zullen er de reden voor hebben. Ik heb jaren in Frankrijk gewoond en daar gebeurt hetzelfde. Ze kappen en ze zetten weer nieuwe neer. Ja, dat kan ik niet zo, dat vind ik heel moeilijk om over te antwoorden. Ja, je krijgt een mooi ander landschap. Ik ben het er mee eens, ja. Dat vind ik zonde, ja. Nee, dat is een bosrijke omgeving en dat is de natuur en die plekken zijn er nog weinig in Nederland. Ik denk dat je dat gewoon moet behouden. Het gaat onder het mom van, ja, we moeten het duinlandschap veranderen. Maar ondertussen gaan we wel kissen. Want dat hout, dat wordt allemaal verkocht. Of het wordt... Of het gaat naar die ovens toe om te verbranden. Ik denk dat het alleen maar de wens van staatsbosbeheer is. En die hebben een beleid dat is niet meer gericht op natuurbehoud, maar puur op commerciële activiteiten, de boomkap en toerisme en dat soort zaken te bevorderen. Zo zie je maar, ook hierover zijn de meningen nogal behoorlijk verdeeld, hè, onder de inwoners, de bomenkap. Heel kort eventjes, want we zitten echt helemaal aan het einde van het programma nu. Heeft de gemeenteraad invloed op grootschalige bomenkap? Heel kort, mijn ziel. Ik zou willen dat we het meer hadden. Jan. Eens. Alexandra. Ik denk dat wij daar wel invloed op hebben, ja zeker. Ja. Annemarieke. Ik denk dat dat heel goed zou zijn, ja. Oké, dus wat we willen heel graag in ieder geval. Ja, zeker. Ja. Heel belangrijk. Ja. Ja. Jullie zijn het allemaal wel eens dat die grootschalige kap... Dat is anders. Alleen onderhoud. Absoluut, ja. Alleen onderhoud, niet meer van deze Daar tijd. Heb ik mijn plezier nog aan te danken. Lieve kijkers, het was weer een waar genoegen. Hartelijk dank aan onze gasten, Meis de Jong van de VVD, Annemarieke Kok, Jezus Leeft, Jan Houtenbos, Ons Dorp, Alexandra Otto, D66. Veel succes nog de komende weken met jullie campagne voeren. Wij zien jullie terug op 13 maart aanstaande tijdens het grote lijsttrekkerslotdebat hier in de studio. Voor nu dank je wel voor jullie komst. En natuurlijk ook hartelijk dank aan zangeres Gaia van der Heijden en gitarist André van Solingen van het duo Upstream. We hebben daadwerkelijk genoten. Heel fijn dat jullie er ook waren. Volgende week, de dag voor de verkiezing op zondagmiddag 13 maart, klokslag 1 uur. De laatste aflevering van de stemming op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dan is het namelijk tijd voor het grote lijsttrekkerslotdebat. Tijdens deze speciale extra lange uitzending, die we samen met de Flespost maken, zijn alle 8 lijsttrekkers aanwezig om met elkaar in debat te gaan. Voor u het moment om de dag voor de verkiezingen nog even goed te kunnen kijken en luisteren op welke partij u uw stem gaat uitbrengen. Uiteraard is er tijdens het slotdebat ook een live optreden. We mogen dan genieten van het vermaarde duo Botman en Van Vleuten. Namens de makers van de stemming voor nu, bedankt voor het kijken, leef het leven en blijf gezond.